Een charismatische man, vind ik. Erg sociaal bewogen wel. Nou, de eerste indruk altijd van hem is dat hij een beetje uit de hoogte praat. Maar het is een man die zich heel populair heeft gemaakt hier in Den Haag. Niets dan lof van de inwoners van Den Haag voor hun oud-burgemeester. Zelfs de bekendste politieke commentator van Nederland is lyrisch. Het is een hele goede bestuurder. Die kan het heel goed. Die heeft zoveel ervaring, natuurlijk als topambtenaar, als minister. Als burgemeester in Den Haag heeft hij echt heel goed gedaan. De politieke carrière van Van Aartsen start al in 1970 als hij actief wordt voor de VVD. Tijdens zijn carrière is hij onder andere actief als minister van Landbouw en fractievoorzitter. In 2008 wordt hij benoemd tot burgemeester van Den Haag, waar hij ondanks een roerige periode geliefd is bij de Haagenezen. Bij Omroep West weten ze precies wat we aan hem zullen hebben. Zijn krachten zijn dat hij echt staat voor waar hij in gelooft. Hij doet dat vol passie. Als hij denkt, zo moeten we doen, dan doet hij het ook. Hij kan echt wel eens met zijn voeten stampen of met een deur slaan. Ik heb hem bij mij in de studio echt wel eens heel boos zien binnenkomen. Dan had hij het niet naar zijn zin, dan was er iets gebeurd. Jozef van Aartsen is erg iemand die er voor zijn inwoners op zijn fietsje elke dag wil zijn. En hij is op alles aanspreekbaar. Amsterdam was op zoek naar een burgemeester met veel ervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid. Achterover gaan zitten leunen zit er voor de nieuwe burgemeester niet in. Het radicaliseringsdossier ligt al op hem te wachten. Ik denk dat hij het radicaliseringsprogramma in Amsterdam heel erg goed aankan. Omdat het iets is waar hij in Den Haag natuurlijk enorme ervaring mee heeft opgedaan. Als er één wijk is, is het wel de Schilderswijk. Die wordt altijd in Nederland als voorbeeld gesteld waar dat speelt. Hij heeft daar echt zijn eigen aanpak. Radicalisering is zeker zijn dossier. Heeft hij veel onderzoeken naar gedaan, weet hij veel van. De driehoek was hij daarin wel degene die het voortouw nam. Dus ik denk niet dat Josias van Aartsen schrikt van de omvang van de stad Amsterdam en de aard van de problemen. Hij vindt vooral ook dat je het met elkaar moet doen. Hè? Jongeren die overlast veroorzaken, dan wil hij naar die jongeren toe gaan, naar moskeeën die jongeren kennen. En dan zegt hij, we gaan samen zorgen voor een oplossing en samen proberen om die wijk beter te maken. In Den Haag kijken ze positief terug op de periode met Josias van Aartsen als burgemeester. Ze hebben er alle vertrouwen in dat hij het in Amsterdam ook goed gaat doen. Het is geen Eduard van der Laan. Maar op een hele andere manier hebben ze toch wel connecties. En hij heeft heel veel ervaring, dus ik denk dat je blij mag zijn.